Hoi, ik ben Lila en welkom bij weer een nieuwe video. Ik wilde, zoals jullie misschien wel wisten, een inpakvideo opnemen. Maar toen ik alles had opgenomen en dus had ingepakt, zoals je hier mijn koffer ziet, toen kwam ik erachter dat ik de helft van mijn beelden in de tussen de video door had gewist. Het zat namelijk zo, mijn SD-kaart was vol tijdens het filmen, dus had ik hem geleegd. Maar toen had ik dus de helft van de video ook geleegd. Super stupid. Omdat ik hem niet opnieuw ga inpakken, heb ik nu voor jullie een Q&A over vakantie. Dus zeg maar met het thema vakantie. En kan ik alsnog wel een paar inpaktips geven. En ik hoop dat dit dan een leuke vervanging is. Laten we snel beginnen met de eerste vraag. Met wie ga je op vakantie en waar ga je heen? Dat lijkt me de allereerste logische vraag. Ik ga naar Samos, dat ligt in Griekenland. En ik ga met mijn ouders en Stefan. Wat is je favoriete vakantieland? Tot nu toe is dat Griekenland. Ik ben er één keer eerder geweest, ook naar Samos. En ik vind het gewoon echt top. Oh ja, als je misschien geluid hoort op de achtergrond. Ze zijn bij mij in de straat aan het bouwen en aan het verbouwen. Dus top. Ik heb mijn raam dicht gedaan, maar I don't know. Waar zou je ooit nog heen willen? Ik zou ooit nog naar Indonesië willen of naar Amerika. Maakt eigenlijk niet zo heel veel uit waar. Nee, lijkt me gewoon heel erg tof. Of Bali. Dubai bedoel ik, Bali ligt in. Oké, drie dingen die je sowieso meeneemt op vakantie. Ik denk dat ik sowieso mijn bikini meeneem. Een telefoon voor foto's. En goed gezelschap. Zwembad of zee? Dat vind ik een moeilijke, want ik vind de zee heel erg fijn. Want dan kan je gewoon, ja, ik weet niet, ik vind het gewoon fijn om lekker te snorkelen en zo. Maar ik vind het zwembad ook heel erg chill, omdat je dan niet dat zout hebt en... Dat voelt gewoon altijd wat schoner en je hebt gewoon een bodem. Dus ik vind het allebei heel leuk. En een zwembad is altijd een goede ontmoetingsplek op een camping. Dus dat is wel tof aan het zwembad. Heb je inpaktips? Ik rol mijn kleding op. Je kan het volgens mij nu niet echt goed zien. Kijk, ik heb het hierin opgerold. En als je het oprolt, dan scheelt het ruimte en dan kan je er meer in doen. Ik doe de helft van mijn koffer vol met mijn kleding en de helft van mijn koffer vol met Stef's kleding. En heb ik daar nog een koffer staan voor als we nog iets van willen misschien nog stranddingetjes meenemen. En ja, als we daar nog misschien leuke dingen zien, kunnen we die ook weer mee terugnemen. Want je betaalt gewoon voor twee koffers, dus waarom neem je dan niet extra koffers mee? Smart ass Julia! In welke landen ben je ooit geweest? Oké. Ik ging vroeger altijd naar Frankrijk. Ik ben ooit in België geweest. Maar meestal... Oh nee, ik ben ook wel echt in België geweest een dagje. Maar meestal reed ik er gewoon doorheen. Hetzelfde geldt voor Duitsland. Ben ik ook wel eens een dagje geweest. Maar meestal reed ik er doorheen. Ik ben in Engeland geweest. Ik ben een dagje in Spanje geweest. Het staat op de grens van Frankrijk en Spanje. Ik ben naar Bulgarije geweest voor het Junior Eurovisie Songfestival. Ik ben naar Malta geweest voor het Junior Eurovisie Songfestival. Ik ben naar Afrika. Dat ligt in het continent... Andersom, ik ben in Ivoorkust geweest, dat ligt in het continent Afrika. Ik ben dus in Griekenland geweest. Italië. Dat is het volgens mij. Ja, denk het wel. Dus dat heb je ook vlak voordat je op vakantie gaat. Een soort raar gevoel dat je denkt dat je dingen vergeet. Ja, vroeger, ik heb, ja, zeg maar nu... Op een gegeven moment denken we, oké, joh, je hebt gewoon alles. En weet je, je kan ook, als je tandenborstel bent vergeten, kan je dat ook daar kopen. Dus het is geen ramp als je iets bent vergeten. En ik zorg echt wel dat ik de belangrijkste dingen bij me heb. Maar vroeger ging ik echt 10 keer naar de wc ook. Omdat ik dan bang was dat ik dan onderweg moest plassen. Want dan ging ik natuurlijk nog met de auto. En ik ben trouwens heel vaak met de auto op vakantie geweest hoor. Ik heb niet heel erg veel gevlogen als in naar vakantiedingen. Dat was vooral voor het Junior Song Festival. Of toen ik naar Londen ging, naar mijn management... Wij zijn heel vaak naar een camping geweest met de caravan. Dit is de tweede keer dat we echt op vliegvakantie gaan in de zomervakantie. Dus ja. Oh ja, in ieder geval. Ik heb dus echt een heel erg raar gevoel in mijn buik. En ik ben ook vandaag, want we gaan vannacht weg, best wel een beetje gestrest. En ik wil eigenlijk het liefst zo meteen gelijk inpakken, maar ik wilde eerst die video opnemen. Dus ja, ik heb er wel last van eigenlijk, ja. Wat neem je mee qua make-up? Ik zou aanraden om gewoon een soort van BB cream op te doen. Ik heb deze zelf. Ik gebruik deze. Deze is van L'Oréal Paris en dat is de Nude Magic. En deze is groen, maar hij past zich aan op je huidskleur. Wat dus heel chill is, want je wordt dus bruiner op vakantie. Dus dan hoef je ook niet 1000 foundations of BB creams mee te nemen. Deze is eerst groen en als je hem op je... Wacht, ik kan het wel even laten zien trouwens. Dit is trouwens geen sponsoring, maar het is wel bijna op volgens mij. Kijk, zie je dat?
En wat dit doet, hij is dus groen en groen is de tegenhanger van de kleur rood. Dus als je dat op je gezicht doet, dan worden je roodheden worden wat minder. En hij ruikt echt super lekker. Het is een beetje een soort combinatie van zonnebrand en nog iets. Maar het ruikt echt, echt heel lekker. Dus ik zou dat meenemen. Verder heb ik nu wimpercrease laten zetten. Kan je doen. Je kan ook gewoon geen mascara meenemen. Je waterproof mascara meenemen. Ik zou gewoon aanraden om je lekker make-uploos voor te bewegen. Alleen als je bijvoorbeeld naar een dorpje gaat of uit eten gaat, zou ik gewoon leuk wat opdoen. Maar niet te veel. Want ik heb dan altijd als ik de hele dag heb liggen zonnen, wil ik geen plakkaatlaag op mijn gezicht of zo. Want dat is gewoon zo warm. Dat lijkt me gewoon niet fijn. Dus ik zou ook gewoon zeggen van neem gewoon geen foundation mee. Dan kom je ook niet in de verleiding. Laat je gezicht lekker luchten. En weet je, dan gaan die puistjes vanzelf al weg. En het is gewoon veel mooier en natuurlijker. En ik ben een beetje tot de conclusie gekomen dat ik het soms wel mooi vind om gewoon een natuurlijk huidje te hebben. En dan zijn er maar een paar oneffenheden of een paar puistjes of een paar moedervlekken of weet ik veel wat, sproetjes. Ik vind het gewoon wel mooi dat je gewoon lekker natuurlijk bent. En misschien denk je dan, waarom heb je dan wimpercrease genomen? Alleen, ik vond dat gewoon handig. Maar ik ben heel erg vaak bij Stefan ook zonder make-up. Alleen als we bijvoorbeeld naar een dorpje gaan, hoef ik het dan niet meer op te doen. Ik dacht, nou, want dat is gewoon een uitkomst. En ja, gewoon handig. Het is niet dat ik het zeg maar niet durf of zo zonder make-up over straat. Welke koffer gebruik je? Ik heb deze. Ik weet niet of je hem heel goed kan zien. Ja, je ziet hem niet heel goed. Maar ik heb allemaal stickers opgeplakt. Hij is van Samsonite volgens mij. En hij is gewoon mintgroen. Tenminste. Ja, volgens mij is dit wel mintgroen. Een beetje turquoise-achtig. En hij is best wel groot, dus daarom delen Stef en ik ook onze koffer. Want deze heb ik eigenlijk altijd mee als ik twee weken op vakantie ga. Maar nu gaan we een week, dus dan hebben we echt niet zoveel spullen nodig. Wat is voor jou de perfecte temperatuur op vakantie? Ik weet het echt niet zo goed, want in Nederland is natuurlijk 26 graden echt geweldig. En in andere landen kan het weer heel anders aanvoelen. Ik weet het niet. Onduidelijk verhaal, maar ja. Er kwam ook nog heel vaak de vraag hoe lang ik op vakantie ga en hoe dat allemaal zit. Ik ga een week samen met Steven op vakantie. We zitten in een appartement en mijn ouders zitten zeg maar daarnaast in een appartement. En mijn ouders gaan 2 weken, want Stef is jarig en Stef heeft maar 1 week vakantie. Stef is 6 mei jarig. Dus ja, dat kwam allemaal beter uit dat wij maar een weekje gingen. En dan ben ik een week alleen thuis. Dat is voor mij ook gewoon chill om te kijken of ik dat aan kan. Ik bedoel, ik wil ook ooit nog op mezelf gaan wonen. Maar als ik nog nooit echt alleen thuis ben geweest, dan is dat misschien een hele grote stap. Dus ik vind dat heel erg leuk, een hele leuke uitdaging. En wij gaan dus een weekje op vakantie. En echt, oh, ik heb er zoveel zin in. Ik kan echt niet wachten. Ik moet zo meteen nog eventjes de badkamer schoonmaken. Want dat mijn moeder allemaal gevraagd. Want ik ben natuurlijk gewoon nog thuis. Zij zijn vandaag nog aan het werken. En dan gaan we Tibbe naar het pensioen brengen. En dan, volgens mij is dat het. Ja, dan pakken we de laatste spulletjes in. Dan gaan we met z'n allen sushi eten thuis. En dan heel vroeg naar bed. En dan worden we vannacht om 2:30 wakker. En dan gaan we naar het vliegveld. Ik heb trouwens ook mijn nagels laten doen. Het lijkt nu, hij stelt natuurlijk weer niet scherp, hè. Kijk. Het lijkt nu meer wit, maar het is zeg maar heel licht roze. Dus ja, ik moet trouwens opeens vandaag weer wennen dat ik elke keer in het schermpje kijk en niet naar jullie. Dit was weer de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie dit toch een heel erg leuk alternatief vonden in plaats van een inpakvideo. Ik ga nog een keer op vakantie in de zomervakantie, dus ik kan altijd nog laten zien wat ik in mijn koffer heb. En ik hoop dat ik veel kan filmen op 's avonds. Ik weet niet of het echt een weekvlog wordt op 's avonds of het überhaupt vlogs worden of gewoon een heel mooi sfeerimpressief filmpje. Moet nog even kijken. Ik ga gewoon lekker dingen filmen en dan kijk ik thuis hoe ik het in een video of in meer video's kan knallen. Ik ga vooral heel erg proberen te genieten. Nou, proberen, dat gaat wel lukken. En niet te veel bezig te houden met mijn werk, met YouTube en Instagram. En ja, ik ben gewoon even een weekje offline. Misschien van Instagram niet, denk ik niet. Maar van YouTube dus even wel. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. En als dit online komt, dan lig ik op het strand of na, denk ik bij het zwembad met 26 graden. Dus ik hoop dat jullie verder gewoon fijn je vermaken in Nederland, toch? Sorry. Ik hoop dat jullie een hele leuke Koningsdag gaan hebben en een hele fijne meivakantie. En geniet er lekker van. Oh ja, en het is ook nog bevrijdingsdag. Dus let me know wat jullie allemaal gaan doen deze vakantie in de comments. En met Koningsdag. En ik zie jullie weer bij de volgende video. Bedankt voor het kijken.